Welkom bij de kaartlegging van de dagkaart. Voor de dagkaart gaan we vandaag de kaartenset gebruiken, de boodschappen van de dieren. En we gaan voor elk horoscoopteken een individuele dagkaart erbij nemen. En de eerste dagkaart die is voor Waterman. En dat is de kaart van het varken. Gebruik je verstand. Ik denk dat wij ons daar helemaal in kunnen vinden. Hè? Wij watermannen, wij vertoeven heel graag in onze hersenen. Wij redeneren heel graag. We denken heel graag na over alles wat ons overkomt. Filosoferen doen we ook heel graag. En ik denk dat het varken hier jou vraagt om niet alleen bezig te zijn met kennis, met wat weet je. Kan je je les opzeggen, bij manier van spreken. Maar dat je vooral op een wijze manier omgaat met de personen en de situaties rondom jou. Wanneer ben je op een wijze manier met de zaken aan het omgaan? Dat is wanneer dat we niet alleen met ons kopje bezig zijn. Dat kunnen wij keigoed, hè. We zijn daar super in. Maar belangrijk om op een wijze manier met dingen om te gaan, is ook dat we proberen vanuit dat hoofd af te zakken naar ons hart. En dat we ook proberen dingen aan te voelen bij andere mensen, bij onszelf. Wat is er gaande binnen die situatie? Wat voelen we allemaal aan? Dat je die twee dingen, de ratio en de emo, dat je die met elkaar eigenlijk weet te verweven. Ook, denk ik, wat daar ook nog aan toegevoegd mag worden, is ervaringen uit het verleden. En als je die drie dingen gaat combineren, dan kan je naar wijsheid gaan spreken en gaan handelen in het hier en het nu, want dat is het enige wat we hebben. Soms is het voor ons even moeilijk, hè, om af te zakken naar dat hart, omdat we voelen ons toch zo op ons gemak in dat hoofd van ons. We kunnen dat wel, hè. Het is niet dat we dat niet kunnen. Het is alleen dat we natuurlijk liever vertoeven in onze bovenkamer. Het varken vraagt toch om niet alleen het... gebruik je verstand sowieso. Maar zet het vooral om in wijsheid. En dan denk ik dat we die combinatie moeten maken van wat kennen we, wat weten we, met wat voelen we, met wat waren onze ervaringen, wat hebben we geleerd uit het verleden. En dan is het de wijsheid die boven komt. En dan gaan we deze kaart aan de kant leggen. En dan gaan we er een dagkaart bij nemen voor Weegschaal. En de kaart van Weegschaal is de kikker. Ruim je rommel op. Die kikker, die heeft hier een parel vast. En dat is iets heel kostbaar. Dat is het doel, dat is de wens van die kikker. En de kikker wil dat vasthouden. En de kikker... zie het eventueel ook als een glazen bol van wat wil ik bereiken. Nu, om naar de toekomst toe te gaan, is het soms nodig dat we dingen achter ons laten. Het kan zijn dat je een bepaald... want dat is iets van jou. Excuseer, maar bijvoorbeeld, je hebt
een vaardigheid jouzelf aangeleerd. En met die vaardigheid ben je een heel eind opgeschoten in het bereiken van jouw doel. Maar om nu die volgende stap te zetten, heb je die bepaalde vaardigheid niet meer nodig. En die vaardigheid die heeft jou ver gebracht, die heeft jou veel opgeleverd. Je hebt daar dingen uit geleerd, je hebt daar bijzondere ervaringen mee opgedaan. Maar om verder te gaan, ga je bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid moeten aanleren. En dan ga je die eerste vaardigheid eigenlijk een beetje moeten loslaten. Want die heb je niet meer nodig. Je gaat eigenlijk die plaats moeten maken voor die nieuwe vaardigheid aan te leren. Om ja, te evolueren, ook als persoon, om verder te gaan naar die volgende stap. Dat kan ook eventueel letterlijk zijn, hè? Dat je letterlijk eens even je huis daar letterlijk kuis moet in maken. Hè? Kan mij zo voorstellen dat er een aantal mensen zijn, omdat we toch nergens naartoe mochten, dat er een aantal mensen bij manier van spreken hebben geleefd als een kluizenaar en dat er eigenlijk nu een keer hè, de lente schoonmaak, zoals er wordt gezegd, dat we een keer de lente schoonmaak moeten maken. Het stof is hier en daar wegblazen. En letterlijk dat opruimen, dingen weggooien, dingen op een andere plaats zetten, dat zorgt ervoor dat de energie, en dan hebben we het letterlijk over jouw huis of jouw appartement, jouw woning, dat daar de energie weer kan gaan stromen. Het kan zijn dat door welke omstandigheden dan ook, dat de energie letterlijk was gaan liggen, zoals het stof op de dingen. En door daar nu een keer kuis in te maken, wordt de energie letterlijk terug opgekikkerd. Om binnen de beeldspraak te blijven. En dat geeft jou dan ook weer energie om weer verder te gaan. Dus dat is eigenlijk een mooi actiepuntje voor jou. Dan gaan we deze kaart aan de kant leggen. En dan gaan we er een dagkaart bij nemen voor Steenbok. En dat is de kaart Het Konijn. Het is nu tijd voor geluk. Ja, vroeger was er zo, de mensen deden dat ook echt, hè, dat ze, ik spreek over heel vroeger, hè, mensen. Dat de konijnen nog gestroopt werden. Ja, of wanneer dat mensen het gerecht konijn met pruimen klaarmaakten, dat ze dan het konijnenpootje bijhielden. En dan werd er eigenlijk gezegd, het konijnenpootje, dat brengt geluk. En ik denk dat deze kaart jou wil zeggen, dat wat dat er ook tot nu toe gebeurd is, er komt nu een periode aan van geluk. En geluk, dat heeft ook te maken met jouw ingesteldheid. In die zin, er wordt gezegd, 10% is hetgeen dat ons overkomt en 90% is de manier waarop dat we met dan die situaties eigenlijk omgaan. Geluk is geen doel. Geluk is een manier van leven. Geluk is een manier van zijn. En daar moet je ook bewust voor kiezen, hè. Op bepaalde momenten kan dat echt een uitdaging zijn, want dat impliceert ook dat je ergens een positieve vibe hebt, dat je met liefde naar zaken kan kijken, ook met dankbaarheid naar zaken kan kijken. En we hebben het al meerdere keren gezegd, die soort dankbaar te zijn voor de dingen die je wel hebt in jouw leven, dat het universum dan jou dan gaat belonen met nog meer van die dingen om dankbaar voor te zijn. En het konijn geeft jou met deze dagkaart hieraan dat jij nu in die positieve flow mag stappen, in die positieve vibes, die constructieve gedachten. Maak desnoods eens voor jezelf een lijstje, hè, van
wat heb ik hier de voorbije periode allemaal goed gedaan? Waar ben ik de afgelopen periode heel blij voor geweest? En zelfs al is dat maar een kort lijstje, wees daar dan dankbaar voor. Wees daar dan blij om. Want je hebt dat wel gehad, je hebt dat wel mogen ervaren, je hebt dat mogen meemaken. Je hebt daar die momenten van geluk van gehad. Dus wees daar dan zeker dankbaar voor. En dat zet dan de radar in het werk om voor nog meer positieve zaken te zorgen. En dan gaan we deze kaart aan de kant leggen. En dan gaan we er een dagkaart bij nemen voor stier. En dat is de kaart van het zeepaardje. Neem waar en wacht. Het zeepaardje raadt jou hier aan om even een moment van rust te nemen. Eerder een passieve houding aan te nemen. Maar jou wel heel bewust te zijn van al hetgeen wat dat rondom jou gebeurt. Kijk, hoor, voel, proef, luister. Gebruik er al je zintuigen voor om alles waar te nemen in het hier en in het nu. En het zeepaardje raadt jou dan aan om af te wachten. En dit heeft ermee te maken dat jij op dit moment niet gevraagd wordt om bepaalde acties te ondernemen. Er zijn in het universum, jij bent niet de enige persoon op de wereld. En er gebeurt van alles rondom jou. En achterliggend, en ook al ben je bewust aan het waarnemen in het hier en het nu, kan het nog zijn dat je bepaalde dingen niet ziet. En dat komt omdat er achterliggend ook nog een aantal dingen aan het gebeuren zijn. Nog een aantal puzzelstukken die op zijn plaats moeten vallen. En wanneer dat dan gebeurd is, dan kan jij weer verder. En dan kan jij zoiets hebben ineens zo van, hé, hoe komt dat nu ineens? Dat had ik nu niet verwacht. Terwijl, je hebt daar niks voor gedaan, hè, en toch komt er iets, excuseer, in orde. En dat is hier wat het zeepaardje jou wil meegeven. Dus wees even passief in actie. Maar wees wel heel actief in het waarnemen met al jouw zintuigen. En leg dan het nodige geduld aan de dag, want er komt actie aan. Er gaat iets gebeuren, waardoor dat een aantal zaken in een stroomversnelling gaan terecht gaan komen. Maar daar ga je even op moeten wachten. Daar ga je even voor geduld moeten opbrengen. En ja, wachten kan lang duren. Dus probeer daar toch in vol te houden. Want dat is het ook hetgeen dat die dagkaart hier jou aanraadt. En dan gaan we deze kaart aan de kant leggen. En gaan we er een dagkaart bij nemen voor maagd. En dat is de kaart van de eekhoorn. Geloof in jezelf. Jij bent de eerste en de belangrijkste persoon om in jezelf te geloven. Ja, ik moet denken ook door hetgeen dat op de tekening zichtbaar is. Hè. In de herfst, voordat de winter eraan komt, is het de taak van de eekhoorn om voldoende voedsel te verzamelen. Waardoor dat die in de winter voldoende voedsel heeft om die winter te overleven, om die winter door te komen. Dus de eekhoorn is daar op zichzelf aangewezen. De eekhoorn heeft daar die verantwoordelijkheid. Ik moet hier dat voedsel gaan verzamelen. En
Ja, als die eekhoorn niet in zichzelf gelooft, ja, dan gaat die nooit achter voedsel gaan zoeken en gaat die dan nooit gaan ergens een goede verstopplaatsje voor zoeken. En dat gaat dan als gevolg hebben dat die de winter waarschijnlijk niet gaat overleven. Dus is het belangrijk dat die eekhoorn zichzelf vertrouwt van ik heb hier een bepaalde verantwoordelijkheid. Die eekhoorn die weet, ik kan die verantwoordelijkheid aan. En je kan ook op mij vertrouwen in die zin, ik ga dat ook uitvoeren. Ik ga de daad bij het woord gaan voegen. En dat is hier ook iets wat jij mag gaan doen. Heb vertrouwen in jezelf. Ja, je hebt verantwoordelijkheden, maar je hebt uiteraard ook de nodige capaciteiten, de nodige talenten, ook de nodige ervaring om hetgeen wat van jou verwacht wordt, om dat in realiteit om te zetten. En jij bent de eerste die daar moet in geloven. Want het is wanneer dat jij in jezelf gelooft, dat jij ook tot die actie gaat kunnen overgaan. En dan is dat zo geen struggle, maar dan ga je dat doen omdat jij zelf die motivatie voelt van ik weet dat ik dat kan en ik ga gewoon mijn best doen. Want ja, beter als je best kun je niet doen. Hè, je gaat je best doen om dat te gaan realiseren. En dan kan je daarna ook heel fier en trots zijn wanneer dat je dan je verantwoordelijkheid bent nagekomen en die dingen gerealiseerd hebt. Als er dan nog andere mensen zijn die in jou geloven, top, dat is meegenomen, dat is fantastisch. Maar de eerste persoon en de belangrijkste persoon die in jou moet geloven, dat ben jij zelf. En dat is hetgeen dat de eekhoorn hier wil meegeven aan jou. Dan gaan we deze kaart aan de kant leggen. En dan gaan we er een tarotkaart bij nemen voor vissen. Dat is de kaart van de mier. Tijd om samen te werken. Dat is zo'n gezegde, hè? Alleen ga je sneller, maar samen ga je verder. En dit is ook wat de mier jou hier aanraadt om samen te werken, zodat je verder kan gaan. Ik denk dat ook hier belangrijk is dat. En met de mensen waarmee je dan samenwerkt, dat de neuzen uiteraard in dezelfde richting staan, dat iedereen begrijpt van wat zijn we hier aan het doen, waarom zijn we dit aan het doen, welk doel heeft onze handelingen, is de taakverdeling duidelijk binnen het geheel, weet iedereen ook heel duidelijk wat dat hij moet doen. Want het is niet omdat er een taakverdeling is dat iedereen juist snapt wat hij moet doen. Dus dat is ook nog een belangrijke om even bij stil te staan. En wanneer dat dan die samenwerking, wanneer dat dan loopt zoals een goed geoliede machine, ja, dan zijn er mirakels mogelijk, hè? Dan kun je dingen realiseren wat dat je nooit, maar dan ook nooit op je en alleen kunt. En dat is ook hier iets wat dat de mier jou wilt meegeven. Dat als je samen de handen in elkaar slaat, dat je dan ja, verder geraakt dan ja, dat je misschien initieel ook gedroomd had. Excuseer bijvoorbeeld. Ik denk ook dat je uit dat samenwerken, dat betekent dat je vertrouwen ook moet hebben in elkaar. He, om terug te komen op die taakverdeling. Ik vertrouw op mezelf dat ik mijn taken doe. En die ander, die vertrouwt erop dat ook ik mijn taken doe. Omgekeerd ga ik erop vertrouwen dat de ander zijn of haar taken doet. Dus dat is toch ook heel belangrijk dat je weet van, oké, als bepaalde personen een bepaalde taak zijn toegewezen gekregen, dat al die personen ook het vertrouwen krijgen van iedereen in het team.
dat die persoon die bepaalde taak uitvoert. Dat is ook een hele belangrijke. Want iedereen heeft er dan vertrouwen in dat de juiste taak door de juiste persoon gaat uitgevoerd worden. En dan is het ook niet nodig dat je elkaar continu ziet te controleren en op elkaar vingers zit te kijken. Nee, heb vertrouwen in elkaar. Dat iedereen doet wat hij of zij moet doen en dat dat dan zal leiden tot een heel mooi resultaat. En dan gaan we deze kaart aan de kant leggen en dan gaan we er een dagkaart bij nemen voor boogschutters. En dat is de kaart van de spin. Maak je dromen waar. Een spin, als die een web weeft, die begint met één draad. Maar die weet wel, ik ga een web maken. En het is lang geleden eigenlijk dat ik zelf nog een spin een web heb zien weven. Maar het is een huzarenstukje. Het uiteindelijke resultaat is ook heel mooi. En ja, achteraf kun je bedenken van, en dat is allemaal begonnen met die ene draad. En die spin die moet ook een begin maken van haar web, die ene draad. En jouw droom gaan waarmaken, dat doe je ook met een eerste stap te zetten, met een eerste actie te ondernemen. Er wordt ook gezegd, de weg naar succes die heeft geen lift, hè. Je moet er met een trap naartoe. Dus dat betekent dat je trapje voor trapje of trede voor trede ga je dan die berg van succes of jouw doel ga je die gaan betreden. Nu, bij het spinnen van dat web, van die spin, dat is ook niet in één seconde klaar. Hè? Die spin moet daar inspanningen voor doen. Ook gaat die spin moeten gaan nadenken van welke spin ben ik en welke soort insecten eet ik. Hè? Zodat die spin ook de juiste insecten kan vangen in haar of zijn web. Dus jij moet ook heel duidelijk weten binnen jouw grote doel, wat zijn de tussenstappen, de grote tussenstappen die jij moet nemen. Niet de details. Hè. Ik heb het hier over, we hebben een taart en we gaan die taart niet in één keer opeten, maar we gaan die bijvoorbeeld in 12 stukken snijden. En die 12 stukken van die taart zijn dan die 12 tussenstappen naar ons grote doel. We gaan het niet hebben over welke ingrediënten dat we nodig hebben om die taart te maken. Dat zijn de details. Die laten we open nog, die laten we nog vrij. Maar we weten wat het grote doel is en we weten wat die grote tussenstappen zijn. En die spin vraagt dan aan jou om elk stukje bij beetje aan jouw droom te gaan werken. En ook belangrijk hierbij is dat jij jezelf beloont elke keer dat jij een tussenstap bereikt hebt, dat je daar ook blij om bent, dat je daar trots op bent, dat je daar dankbaar voor bent, dat je dat hebt kunnen realiseren. En dat gaat jou in die positieve mood, in die positieve vibe houden om verder te blijven werken aan jouw droom, aan jouw doel. En dan gaan we deze kaart aan de kant leggen. En dan gaan we er een dagkaart bij nemen voor schorpioen. En dat is de kaart van de kanarie. Zing je eigen lied. Ja, je hebt de uitdrukking, hè, ieder vogeltje zingt zoals hij gepekt is. En dat mag jij ook gaan doen. Ik denk dat jij je heel bewust mag worden van wat jouw eigen gedachten zijn. Wat van jouw
eigen overtuigingen zijn, wat jouw eigen dromen zijn, wat jouw eigen waarheden zijn. En ik denk het eerste dat je daar dan bij mag doen, is gaan onderzoeken, zijn die wel van mij? Want een aantal van die zaken, die kunnen aangeleerd zijn. En dat is niet erg, hè? Dat heeft te maken met onze evolutie als mens. We moeten ook een aantal dingen leren in de loop van ons leven. Maar op een bepaald moment mag jij wel in vraag gaan stellen, is deze overtuiging die ik hier heb, is die van mij? Of is die aangeleerd door het school? Of is die aangeleerd door mijn ouders? Of is die aangeleerd in de jeugdbeweging? Ik zeg zomaar iets. En dan mag jij dat in vraag gaan stellen. Ja, oké, dat is mij aangeleerd. En ben ik het daarmee eens? Of met de kennis en de wijsheid en de ervaring die ik nu heb opgedaan in de loop der jaren, is dat wel zo voor mij? En als dat niet zo is, dan heb je het recht om dat los te laten. En dan mag je daar jouw eigen waarheid, jouw eigen overtuiging, jouw eigen gedachten voor in de plaats zetten. En kom daar dan ook vooruit. Laat dat dan ook horen. Zing dan jouw lied. En dan weet je dat het ook jouw lied is. Dan is het ook iets dat van jou is. En ik ben aan het nadenken. Er wordt ook zoiets gezegd. Voor een leugenaar is het heel vermoeiend. Want je moet al zijn leugens onthouden. Terwijl wanneer je altijd de waarheid spreekt. Ja, dat moet je niet onthouden. Want dat is jouw waarheid. Dat is een deel van jou. Dat maakt deel uit van wie jij bent. Van hoe dat je denkt. Hoe dat je in het leven staat. En je verzint dat niet. Dat zijn ook geen leugens, want ja, als het leugens waren, dan paste het ook niet bij jou, dan was het ook niet van jou. Dus vandaar, zing je eigen lied, kom te weten wat dat jouw waarheden zijn, wat jouw overtuigingen zijn, en ga daarmee aan de slag. Want dat zijn ook de dingen, excuseer, die passen bij jou. En daar ga jij ook het verste mee komen. Die gaan jou ook het meeste tussen aanhalingstekens opbrengen. Omdat dat... Jij leeft op die manier. Jij staat op die manier in het leven. En dan gaan we deze kaart aan de kant leggen. En dan gaan we er een dagkaart bij nemen voor Ram. En dat is de kaart van de links. Het leven is een mysterie. Spannend, hè? ik moet ineens denken, er gebeuren mysterieuze dingen om ons heen. Is dat iets uit een liedje? Sommige dingen hebben we gewoon niet in de hand. En... je mag een aantal zaken mag je ook openlaten voor het mysterie. Dat heeft ook te maken met niet overal controle over te willen hebben. En niet altijd heel strak de touwtjes in handen te hebben. Go with the flow en laat u meevoeren op de rivier van het leven en laat u verrassen door een aantal zaken. Want het leven heeft absoluut een aantal hele leuke verrassingen voor jou in petto. En dat zijn dingen, 1, die je zelf niet kan bedenken en 2, die je zelf niet kan realiseren. En dan is het ook belangrijk dat je daarvoor open staat. Maar op het moment dat die dingen zich dan voordoen, dan weet je van, wauw, dit is geweldig. Wauw, dit is fantastisch. Oh, ik ben zo blij dat ik dit heb kunnen meemaken. En dat zijn dan die cadeautjes dat het universum uitdeelt voor jou. Maar dan moet je er natuurlijk voor openstaan. Dan moet je die willen zien, dan moet je die willen aannemen, dan moet je die willen aanvaarden. Als je in een fase van stilstand bent, dan is dat helemaal niet leuk. Het gaat niet vooruit, het gaat niet achteruit. Maar weet dat er
ja, spannende dingen zeker en vast op jouw pad liggen te wachten. En naast die doelen die jij jezelf stelt, naast die verantwoordelijkheden die dat jij draagt en realiseert, weet dat er ook een aantal ja, verrassingen, maar fijne verrassingen zullen zijn. En daar heb je niks in de pap te brokken. Dat zijn dingen die jou overkomen. En ja, geniet daar dan van, zou ik zeggen, als die jouw pad kruisen. En dan gaan we deze kaart aan de kant leggen en dan gaan we er een kaart voor kreeft bij nemen. Dat is de kaart van de zeester. Sta open voor eindeloze mogelijkheden. Ja, hoe dat wij mensen in elkaar zitten. Wij zijn aangeleerd om te redeneren als dan. Zo die rechtlijnige redenering. Als dit, dan dat. En die en dat, dat is maar één ding dat mogelijk is. En deze zeester, die wil er jou op wijzen. Nee, die dan, die hoeft niet per se maar één ding te zijn. Dat kunnen oneindig veel dingen zijn. Maar je moet ervoor openstaan. Ja, als je ze niet kent, als je ze niet weet, dan kan je daar geen rekening mee houden. Nu, wij zijn ook niet alwetend, wij kunnen ook niet al alles weten, dus dat is ook helemaal niet erg. Maar de zeester vraagt om je open te stellen voor die mogelijkheden. Het is niet omdat jij die bepaalde mogelijkheden niet ziet, dat die mogelijkheden er niet zijn. En van het moment dat jij jou openstelt hiervoor, en het geklop dat je net op de deur hoorde, dat was een van de kinderen die de hond komt halen. Om even te gaan wandelen, want die heeft ook beweging nodig, hè? Maar terug naar de zeester. Dus ja, hou je open voor die verschillende mogelijkheden en laat je verrassen, zou ik zeggen. Want ja, niet iedereen houdt van verrassingen. Daar ben ik mij ook van bewust. Maar een verrassing kan ook wel heel leuk zijn. Dus in die zin, sta daarvoor open. En probeer dan los te komen van die als-dan redenering. Ja, probeer zelf ook eens out of the box te denken, hè. Als ik kies voor optie A, welke gevolgen kan dat dan eventueel helpen? En stop dan niet bij je eerste idee. Hè. Misschien kun je wel zeven dingen verzinnen. Vandaar die eindeloze mogelijkheden. En ja, daar kunnen zeker hele leuke dingen naar boven komen. Zeker en vast. En dan gaan we deze aan de kant leggen. En dan gaan we er een dagkaart bij nemen voor tweeling. En dat is de kaart van de mot. Geef je over. Een mot die vliegt altijd naar het licht, hè. Die is heel gefascineerd door het licht. En die is ook heel aangetrokken door het licht. Niet verblind, maar net aangetrokken. Dat is zo, ja, daar schijnt de lamp, hè. Daar moet ik zijn, hè. Willes, nilles, ik moet en ik zal bij die lamp zijn. Ik zal naar dat licht toe vliegen. En ja,
Ondertussen zijn er al heel veel ledlampen en die worden niet meer warm. Maar vroeger waren er natuurlijk lampen die warm werden. En als de mot dan tegen de lamp kwam, dan was er niet veel mot meer over. Nu, ook al zou een oudere mot of een bevriende mot ooit tegen die mot gezegd hebben, pas op, hè, als je naar het licht vliegt, want je zou je kunnen verbranden. Stel dat dieren dat doen, ik heb daar geen idee van. Maar stel nu, hè, we vermenselijken even de dieren. Dus stel dat die mot weet, ik vlieg hier naar het licht, die kan hier gaan weer staan. En als ik dat doe, dan ga ik mij verbranden. Die mot, die kan niet anders. Die mot, dat is sterker als die mot zelf. Die kan niet anders dan haar overgeven aan het feit dat die drang heeft om naar dat licht te vliegen. En hier vraagt de dagkaart ook aan jou, heb jij iets in jou waar dat jij een enorme drang naar hebt? Geef je daar dan aan over. Geef toe aan die drang. Zoals met alles, is het, doe het met mate. He, dat is met alles zo. Maar als je een bepaalde drang naar iets hebt, ga daar dan voor. Geef je daaraan over. Geef dat een plaats in je leven. Want door, als je daar geen plaats aan zou geven, dus echt als een instinctieve drang, hè, dat maakt deel uit van wie dat jij bent. Je moet dat doen of je kan niet zijn wie dat jij bent. Als jij dat niet doet, dan ontbreekt er een stukje van jou. Vandaar dat het belangrijk is om dat toch een plaats te geven in je leven, zodat jij jezelf kan zijn. En ja, zodat je ook volop kan leven en genieten ook van het leven. En ja, zoals daar juist ook gezegd, hè, doe het, maar doe het met mate. Probeer daar toch enige zin ook voor realiteit. Ga je daar ook niet in verliezen dan? Probeer te genieten van die onweerstaanbare drang. Excuseer, maar ga je er dan niet in verliezen, want dan ga je ook weer de verkeerde richting uit. En dat is dan ook weer niet de bedoeling. Maar ja, is er daar iets? Stel dat je dat tot nu toe altijd onderdrukt hebt, dan zou ik zeggen, ik vrees ervoor als je het in één keer helemaal losgeeft en dan overgeeft. Ik denk dat dat vonken gaat geven. En dan mee zou ik zeggen, doe het dan zoetjes en zachtjes aan om daaraan toe te geven aan die drang. En geniet er dan op die manier van. Maar onderdruk het niet en stop het niet weg. Zeker en vast niet. En dan gaan we deze kaart aan de kant leggen. En dan gaan we er een dagkaart bij nemen voor de leeuw. En de kaart voor leeuw is het stekelvarken. Tijd voor een frisse blik. Ik moet hierbij denken, het stekelvarken, die gebruikt zijn stekels als verdedigingsmechanisme. Dus als het stekelvarken zich bedreigd voelt, dan gaat die die stekels gaan gebruiken om zich te verdedigen. Nu kan je je ook de vraag stellen, zie ik hier alleen maar draken? Zie ik hier alleen maar spoken? Zie ik hier alleen maar hindernissen? Zie ik hier alleen maar uitdagingen? Dus zit ik altijd in die bedreigde positie? En als het antwoord daarop ja is, dan denk ik dat het belangrijk is om dat eens te gaan onderzoeken. Is dat ook effectief zo? Heb ik mij dat ingebeeld? Of ja, is het inderdaad wel een risico, maar is het bijvoorbeeld een berekend risico? En heb ik bijvoorbeeld vaardigheden waardoor ik mij uit die situatie kan redden zonder dat ik mijn stekels moet gebruiken?
En dat is hier hetgeen dat de dagkaart van jou vraagt. Bekijk eens met een frisse blik naar de situatie waarin dat je je in bevindt. Kijk eens met een frisse blik naar de gebeurtenissen die jou overkomen of die jij meemaakt. En stel jezelf dan eens de vraag: moet ik altijd mijn stekels klaar en paraat hebben om mij te verdedigen? Of kan ik gewoon het stekelvarken zijn en verder rustig, ja, ik weet eigenlijk niet, wobbelt dat? Zo wobbel, wobbel, wandelen. Of wandelt dat elegant? Ik weet dat eigenlijk niet van een stekelvarken. Excuseer. Want ja, je kan ook op een rustige manier door het leven gaan, zonder dat je eigenlijk altijd in die defensieve houding hoeft te zitten. En ik denk dat het rustig verder gaan op jouw pad, dat minder energie van jou vergt dan altijd die draken te zien en die hindernissen te zien. Dat vraagt veel meer energie. Eén, om daar aandacht aan te geven. En twee, om dan in die continue staat van paraatheid te zijn, waarbij dat jij eigenlijk op iedere seconde indien nodig jouw stekels kunt afvuren, hè. Lijkt me heel vermoeiend. Dus vandaar dat deze kaart jou vraagt: kijk toch eens met een andere blik naar jouw situatie, naar jouw omgeving, naar jouw gebeurtenissen. En ja, misschien dat je die stekels eens een dagje rust mag gunnen. En dat je even een dag voor jezelf geeft van: oké, nu ga ik eens gewoon door het leven wandelen, in plaats van soldaat paraat, gereed te staan op hetgeen dan ook misschien niet afkomt op jou, hè. Dat is ook nog een mogelijkheid, hè, dat je een situatie, dat je daar een gevolg jou daarvan inbeeldt, en dat niet de realiteit is die zich gaat voordoen. En dan sta je daar als een parate soldaat gereed met al je energie. Maar het is niet nodig. En dan is dat weer verspilde energie. En dat is dan weer jammer. Want we moeten toch op een goede balans hebben in onze levensenergie. Zodat we elke dag weer vooruit kunnen. Dus bekijk het eens met een frisse blik. En misschien brengt het jou wel een wandeling in het park. Een walk in the park met zich mee. Zo, dit was de kaartlegging voor de dagkaart. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.